meeste mensen kennen mij van Streetlab. Als je dan ineens rapper bent, dat mensen dan wel denken, ja, dit is een fatu. Ik heb gewoon wel een voorliefde voor gekke auto's. In het verkeer doe je eerder dit. Ja, maar ik heb wel de langste. Dat moet je nooit van tevoren zeggen voordat de broek uitgaat. Ik zweer het, ik koop een Fiat Multipla en die gaan we weggeven aan een van de kijkers. Welkom en tof dat je kijkt naar Day One. Voordat we beginnen, dit shirt nu te verkrijgen in de webshop. Hij is weer limited, dus ga het even checken. Staat gewoon in de beschrijving. Vandaag hebben we weer een nieuwe aflevering van de Auto Van. Dit keer presentator, artiest. Heeft meerdere televisieprogramma's gemaakt met zijn vrienden. En scoort tegenwoordig ook hits op het internet. Ja, dat klinkt een beetje vreemd. Maar misschien kan je hem kennen als Daan Boom. Of eventueel als de Dean. Mijn vriendin is groot fan van hem. Ik moet af en toe gedwongen naar zijn muziek luisteren, maar ongedwongen naar zijn programma's kijken. Wacht even. Hij valt best wel. Ja. Wist je dat dat geluid gecomponeerd wordt? Dat kan ik begrijpen. Er zitten dus gewoon echt componisten bij automerken. Ja. Die dus gewoon dat geluid van het dichtslaan van een auto. Ja. Dat lekker moet klinken als een kluis. Ja, maar deze klinkt ook echt lekker. Maar wel meer als een koekblik dan als een kluis. Ja, maar wel echt een legendarisch koekblik. Ja. Kunnen we? Ja. Nee, doe nou niet. Waarom staan we op een grasveld? Ja, we moesten even wat foto's maken. Dan ziet het toch een beetje spectaculair uit. 100%. De Dacia Logan. Dit is een icoon geworden. Hier is muziek over geschreven. Ja. Op welke gore site? moet je dan gaan zoeken om dit te kunnen vinden? Via Pornhub. Ja, dat kan niet anders. Wij reden altijd met Streetlab in een Fiat Multipla. Ja? Dat vind ik wel nog steeds de ultieme auto. De allerlelijkste. Verkozen tot lelijkste auto van de eeuw. Ik heb gewoon wel een voorliefde voor gekke auto's. Ja. Ik vind dat leuk. Wij zaten gewoon met z'n vieren in die Multipla en dan met z'n drieën voorin. Ja, dat is net alsof je met je vrienden aan de bar zit. Dat is toch top? Ja, dat is wel, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Ik heb er wel namelijk over nagedacht om dus een Multipla te kopen. Ja. En die in december, de beste maand van het jaar, ja, aan een kijker weg te geven. Als een soort Sinterklaas. Als een soort Sinterklaas cadeau. Iemand die het wel echt een vette auto vindt en die er wel echt gelukkig van wordt. Ja, ik is dat een goed idee? Ik vind dat een heel goed idee, maar ik ga zelf ook wel meedoen aan die winactie. Dat is goed, jij mag meedoen. Dan gaan we hem nu officieel maken. Oh, echt waar? Meen je dit? Ja, dan koop ik serieus. Ik zweer het, ik koop een Fiat Multipla. En die gaan we weggeven aan een van de kijkers. Dat vind ik wel echt mega, hoor. Ja? Maar wat moet daarvoor gebeuren? Het moet wel best wel iets simpels en leuk zijn. Misschien een goede slagzin voor de Fiat Multipla. Ja, een goede slagzin voor de... Dus we willen 5000 comments onder deze video. Of is dat te veel? Hey, ik weet niet wat het ook is. Niet. Voor ik mij is dat veel niet. Te veel. Kut, sorry. Maar jij bent natuurlijk een grote speler, weet je? Nee, ja, ik doe me altijd voor als een grote speler. Ik vind dit misschien wel de ziekste winactie ooit. Maar het is ook een hele goede, want iemand zal die auto heel vet vinden. Of gewoon een auto nodig hebben. Maar het is fantastisch, want je wordt ook gewoon opgenomen in de community. Hè? Ja. In de Fiat Multipla community, want die mensen zwaaien naar elkaar. Nee. En dat heb je met deze niet. Nee, maar is dat echt? Dit is echt waar. Kijk, dat heb je ook altijd op het water. Op het water zwaaien naar elkaar. Ja. Ongeacht wat voor boot je hebt. In het verkeer doe je eerder dit. Ja, maar ik was met die jongens van Coolblue, die werken dan in die bus. Die zwaaien naar elkaar. Die zwaaien naar elkaar, nu even zo. Ja, dat is toch top? Ja, het heeft wel wat vriendelijks. Maar dat doe je dus niet in de Dacia Logan, maar ik wel in de Multipla. Ik probeer het. Maar er is echt niemand die reageert. Nee, iedereen schaamt zich dood. Ja, dat is voor weirdo. Maar goed, in dezelfde categorie lelijkheid zocht ik een auto. Ja. En toen kwam ik uit op deze. Ik weet nog dat deze auto uitkwam. Mm-hmm. Tell me. De Dacia Logan. Logan, niet als in Logan Paul. Logan, toch? Logan. Dat rijmt ook op, zo kom ik bij mijn show aan. Oké, okay. Maar dan moet iedereen Logan, dat op die manier doen. Logan. Ja, nee, Logan. Ja. Dat is het. Klinkt ook chiquer. Hoe de marketing was, is dat het een auto is met de westerse luxe voor de wat minder gevulde portemonnee. Ja, ik vind dat top. Het is wel, je weet het wel aan me te verkopen. Ik ben nu al een beetje getriggerd. Nou ja, je triggert me wel, ja. Als ik zo instap, kijk, wij rijden natuurlijk in allerlei belachelijke auto's die ik waarschijnlijk nooit van mijn leven ga kopen of zou kunnen betalen. Maar het heeft wel zijn charme, dit. Als je trouwens de specs wil hebben, nog. Ja? Dit was toen ik hem kocht. Nee. Dan zie je ook de prijs. Dacia Logan. Bouwjaar 2006. Ja, ja. Toen stond er nog 96.000 kilometer op. Nu?
142.000. Jezus. Handgeschakeld? Zeker weten. Waarom ben je van handgeschakeld gegaan? Ik vind dat leuk. Oké. Okay. Ik vind het leuk om te schakelen. Ja? Hij heeft toch een goede 75 pk. Zeker. Ja. Geen geintje. Wegenbelasting, goeie 80 euro. 12 volt aansluiting zit erin. Ja, ja, ja. Binnenspiegels, van binnen en buiten, verstelbaar. Als luxe optie. Ja, dat is echt. Dat staat er ook dat zo bij. Goed. Heerlijk dit. Even kijken. Trekhaak, zit dat trekhaak? 100%. Echt? Je hebt er 1950 euro voor betaald. Ja, heb je dat er meteen voor neergelegd? Of heb je dat heb je er ook nog een beetje... Ik heb nog geprobeerd om er wat van af te lullen, ja. Maar dat lukte niet. Where's Da Vinci? Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the lot in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you saw in the day. I was down, now I'm up to the plate. Got a couple hits, cause you know I can't play. We gon' win it no matter what they say. Got the stick, we gon' bring it out the safe. I was down below the comma. I put dollars on my head like I'm a winner. Yeah, I'm proud of what I did, I'm gonna come up. Baby, let me on red, so don't try to run. I want no smoke, then come in peace. Flow so foreign overseas. Got them praying, they like, please. They want cheddar, not no cheese. Undefined, they don't get it, it's amazing. I was down bad in the basement. I would pray to God for a placement. I was never patient, I was always racing. Got me on the drive, that's a flagrant. Little boy, tell me what you're chasing. We gotta do better, gotta be clever. Gotta love more, that's a statement. Maar jij hebt dit er ook standaard om zitten, hè? Je hebt nu een nieuwe, omdat nou, ze helemaal goor was geworden. Omdat jij langskomt, doe ik dan toch net iets meer mijn best. Ik was net naar de wasseret en toen heb ik die oude weggegooid. Maar dat komt ook omdat die was inmiddels beige. Het is gewoon wel zo, ik nies wel eens in mijn handje. En dan is het gewoon altijd de vraag waar je het laat. En nu heb ik gewoon mijn stuur. En dan draai ik hem af en toe een beetje om. En dan draai ik hem nog eens zeg maar zo om het binnenste buiten. En moet dan ook de pook erbij? Die heb ik voor jou speciaal gedaan. Ja, mag je zelf aan je pook zitten? Ja hoor. Schakel maar even door. Lekker, ja, maar in welke zit? Naar de drie. Ja. Hij moet naar de drie. Het is een fijn pookje. Ja, het is, ik heb slechter in mijn handen gehad. Ik had zeg maar een fotoshoot gehad voor de autoweek. En die had ik verplaatst omdat ik te druk was. Dus ik had mijn vader opgebeld. Hij vroeg, heb je die autoweek al gedaan? Ik zei, nee, die heb ik verzet. Maar je gaat hem wel doen, hè? Hij vindt het wel belangrijk dat ik dat dan doe, weet je. Want daar maak ik hem natuurlijk echt trots mee. Kijk, mijn vader is echt een autofreak, maar die is zelf, hij is ook Joods en zuinig. Dus hij rijdt zelf in een Toyota Prius. Die is al hybride, dus redelijk zuinig. Maar hij heeft hem ook nog op LPG. En dan kan hij heel trots aan mij vertellen hoe hij dan van 4 tientjes naar Oostenrijk rijdt, weet je wel. Dat is 4 tientjes. Ja. Maar hoe jij het ook zegt. Dat is toch prachtig. Ja, dat is een soort van trots, maar ook minachtend. Dat ik denk bij mezelf, er zit hier een soort van iets wat jou trots maakt. Maar ook dat je denkt, ja, dit is echt absurd. Maar dan de dien, hè. Laten we daar eens even... je gaat met Streetlab, gaan jullie door het dak heen. Jullie hebben een nieuw programma. Streetlab Camping de Liefde hebben we net gemaakt. Fantastisch. Ja, dating programma is dat. Maar wel met de knulligheid van Streetlab. Dus het moet wel van camping zijn. En net de dien afgerond eigenlijk. Dat was wel echt een passieproject puur zijn. En waar komt dat passieproject dan vandaan? Ja, gewoon van een jarenlange fascinatie en liefde voor hip-hop. En nieuwsgierigheid en de drang om iets te willen maken. Van als ik dan rapper wil worden, dan moet ik me ook op een bepaalde manier gaan kleden. Of een beetje aanpassen aan de lifestyle. En gedurende dat proces ben ik er wel heel erg achter gekomen dat het ontzettende boelkak is. Echt gewoon door een cliché wat Rotjoch op een gegeven moment tegen mij vertelde van hou het dicht bij jezelf. En zeg maar aan het begin van deze serie, dan doe je een paar interviews en dan... vroeg alle radio-dj's dan van, ja, en hoeveel vrouwen en hoeveel lowriders en hoeveel gouden kettingen draag je? En dat zijn natuurlijk allemaal clichés, maar hip-hop is gewoon een kunstvorm en je moet daarin gewoon je eigen verhaal vertellen. Misschien dat iedereen toen dacht, toen jij erin stapte, van hey, dit is een typetje. Maar dat... Nog steeds denken mensen dat. Ja, maar dat is het niet, hè? Het ding is wel, is dat ik ben een programmamaker. Ja. En ik weet wel... wanneer iets grappig is. Dus ik weet dat op het moment dat ik bij de Phoenix Awards rappers ga aanspreken, dat het fucking pijnlijk en ongemakkelijk wordt en dat daar ook humor in zit. Alleen dat is ook een onderdeel van mijn merk als rapper, is dat ik humor probeer te combineren met hiphop. Ik denk wat een perfect voorbeeld is een nummer wat ik met Donnie heb gemaakt. Dat gaat over eczeem. Wij hebben allebei eczeem en daar hebben we allebei vreselijk last van of last van gehad. Alleen het nummer is wel grappig. En echt. En echt.
En dat is denk ik waar ik nu een beetje naartoe ben gegroeid. Maar wat wel lastig is voor mensen om te zien, is ook gezien mijn achtergrond. Mensen kennen mij, de meeste mensen kennen mij van Streetlab. Is dat als je dan ineens rapper bent, dat mensen dan wel denken, ja, dit is een fattoe. Nee, wat een kritiekpunt was, is wel, er is volgens mij een podcast, ik weet niet meer welke, maar met gewoon wel een paar OG's die over de Dean zeiden van, ja, als zo'n gast die gewoon een programmamaker is, deze streams pakt, dan is dat wel gevaarlijk voor de mensen voor wie hiphop hun leven is. Maar hebben we ook kritiek op dat, I don't know, Jan Smit ineens presentator wordt? Nee, helemaal niet. Nee. Ik denk of dat als elke sporter die presentator wordt. Of er zijn legio voorbeelden van mensen die ergens anders instappen. Ja. Waar je niet zoveel kritiek krijgt. Nee. Terwijl als je dus de muziek instapt. Ik snap het, het is een kunstvorm en dat moet je kunnen. Maar ik denk dat dat met een hoop dingen zo is. Ja. Jij had gewoon een volledig volgeboekte agenda. Had je dat durven dromen? Nee, zeker niet. Nee. Het ging sowieso wel met lage verwachtingen dat hele traject in. Ik had wel gewoon echt mijn ziel, mijn zaligheid ingestopt en gewoon eigen geld. En ik geloofde er heel erg in dat er mensen waren die dit vet zouden vinden. Maar ik had niet gedacht dat ik echt veel boekingen zou krijgen. En ik merkte ook echt heel erg op straat. Is dat ik krijg gewoon een paar keer per dag, krijg ik gewoon de dienst sign in mijn hoofd. Ik kwam jou nog tegen bij de kledingpresentatie van Leo, van Busy. Ja, stonden we daar met een goed groepje rappers. Met best wel wat, best wel wat gouden platen onder hun armen. Ja. En toen moest jij daar om featuring gaan vragen. Ja, maar ik ben hier ook fucking lang mee bezig geweest. Niet ik ben normaal. Er gewoon 2 jaar mee bezig geweest. En ik ben daar zo blij mee dat ik niet na een half jaar al ben gaan pompen. Omdat je daaraan ook wel kan aflezen dat het niet over één nacht ijs is gegaan. En dat ik heb geprobeerd om iedereen te spreken om met de juiste toon en de juiste manier van respect met hiphop om te gaan. En te laten zien hoe mooi het is ook. Is dit dan ook het bewijs, gewoon voor iedereen die zit te kijken? En het is super cliché. Als je iets wil en het gewoon gaat doen, is de enige manier om het echt voor elkaar te krijgen is door het gewoon te gaan doen. Want ja. Ik kan me niet een project herinneren, wat de laatste jaren is uitgekomen, waar je zoveel ballen hebt moeten verzamelen als wat jij hebt gedaan voor dit project. Je duikt in een alfa mannencultuur waar je echt afgeschoten wordt op het moment dat het echt kut is. Wat is het kutste dat je ooit hebt gemaakt? Waarvan je echt denkt, oh, als ik dat nu van het internet af kon trekken, dan had ik dat graag gedaan. Dus met Streetlab zijn wij ooit begonnen bij Veronica. Ja. Dat programma heette Zo. Werd gesponsord door Bavaria. Ja. En toen leerden we jou ook al kennen. Ja. En dat programma dat is niet meer te vinden op internet en daar ben ik ook wel blij mee. Wij werden stoerder neergezet dan dat we waren. Het programma wilde namelijk gewoon heel erg, de sponsor wilde dat graag en Veronica wilde dat graag. 4 stoere gasten maken saaie dingen uit het dagelijks leven leuk. Wij zijn niet 4 stoere gasten. Wij zijn 4 variété clowntjes die heel erg hun best doen en elkaar door groepsdruk tot het uiterste pushen. Er is niemand die een behoorlijke bokswedstrijd zou kunnen winnen. Nee. Jasper denkt het, maar dat is niet zo. Ik denk dat hij echt klappen krijgt. Jasper zit nu in een expeditie, zou je dat doen? Kijk, ik val gewoon fysiek gewoon uit elkaar. En ik vind het hele slangenspelletje niet zo leuk. Slang? Ik heb een slang! Oh, daar gaan de mensen omheen. Ja, die hebben een bandje met die. En dat je zo de hele dag ook nog alert moet zijn van, spelen zij nu onder één hoedje? En hoe ga jij daarmee om dan? Nou, ik denk dat je kan zien in de eerste afleveringen die tot nu toe al uit zijn gezonden, hou ik redelijk strak mijn mond dicht. En probeer ik gewoon heel rustig een beetje te bekijken wat er allemaal gebeurt. En denk ik dat je gewoon niet hoog van de toren moet schreeuwen, want dat doen anderen wel. Dus dat heeft me wel een hoop levenslessen ook wel geleerd deze keer. Ja, daarom werk ik ook eigenlijk het liefst alleen maar met vrienden. Nu maak ik met Jasper en Tobias een programma voor de NPO ook. En dat wordt nu net uitgezonden. Dat heet de FOMO Show, heet dat. En waar gaat de FOMO Show over voor de mensen die het niet weten? Het gaat over, wij onderzoeken of je ergens FOMO voor moet hebben. En wij mogen elke aflevering mag iemand anders iets kiezen. En in mijn afleveringen zijn we en naar een Duits pretpark geweest. En naar Jorette Mar. Ik ben eindelijk een keer naar Jorette Mar geweest. Ik mocht van mijn ouders nooit naar van die feestoorden. En nu ben ik eindelijk geweest. Hoe was dat? Vreselijk. Ja. Dat is echt de kutste plek op aarde. De hel op aarde. Ja. Echt waar. Ik heb ook weer een tattoo op mijn reet laten zetten. Nee. Helemaal kut. Nee.
En we zijn naar een naturistencamping geweest, dat was ook echt goud. Allemaal blote balzak? Ja, allemaal blote mameloe. Ja. En de cameraman ook, want ja, je kan niet mensen gaan filmen daar terwijl je zelf niet naakt bent. Met z'n drie is het wel prima. Jij zit ook in een rugbyteam, douchen jullie naakt of niet? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar Tobias vond het echt, echt kut. En het mooie was ook dat hij vooraf, dat is echt het domste wat je kunt doen. Hij zei vooraf, zei hij... Dat ga ik niet doen. Ja, maar ik heb wel de langste. Dat moet je nooit van tevoren zeggen voordat de broek uitgaat. Nou, vervolgens komt er een schelpje uit. Dan zegt hij, ja, wacht maar tot hij in erecte toestand is. Daar ga ik niet op wachten. Nee. Zijn dit echt? Ja. Is dit ook op camera meegepakt? Ja, volgens mij zit dit er wel in. Ja. Wat het rare aan een naturistencamping is dat aan het begin is het gewoon heel raar dat iedereen naakloopt. Want je impulsen zeggen de hele tijd, oh, ik zie tieten vliegen en ik zie piemels vliegen, ik mag dat niet zien. Maar op een gegeven moment is het eigenlijk gewoon best wel chill. En dan zit je gewoon bier te drinken in je blote kakatoe op het terras. En dat is gewoon helemaal, dat is top. Lijkt me zo awkward. Het is wel raar dat je zeg maar, je hebt dan... Ik ging op een gegeven moment vragen, was mijn zonnebril kwijt. En toen ging ik vragen aan de mensen van die camping, die zaten aan tafel. Kom je zo in je blote snikkelen, man. Dus kom je zo vragen... Je komt zo aangezweet. Ja, kom je zo, hi, ja, mijn zonnebril, ik ben kwijt. Maar dan zit je gewoon met je zaakje zit je op ooghoogte vraag je dat aan hun. En dat zijn wel rare momenten. Ik kan het eigenlijk wel elke vriendengroep aanraden om dat gewoon een keer te doen. Gewoon met z'n allen naar de eerste camping. Gewoon met je hele voetbalteam. Dan weet je wat je aan elkaar hebt. Is dit een... Oh ja, dit is elektrisch. Ook? Hij is elektrisch. Achter niet? Achter niet. Jongens, dit was de auto van. Laat even in de comments weten wat jullie van de aflevering vonden. En check even wat jullie moeten doen om het voor elkaar te krijgen dat wij in december een Fiat Multipla gaan weggeven. 100.000 views? 100.000 views. 2.000 comments? 2 of 3.000. Zeg jij het maar. 2.000 comments. Dan kopen wij met Day One een Fiat Multipla en die geven we dan aan één van jullie. Iemand die hem echt verdient. Vergeet niet de Dien te checken op het YouTube kanaal. Welk YouTube kanaal moet je zeggen? Daan Boom. Zetten we gewoon even in de beschrijving. Dit was hem voor vandaag. Vergeet niet te abonneren. Al dat geratel. Jullie kennen het wel. Ciao. Even reffend weg. Yeah, they just wanna see me in the grave.